met name gaat het erom dat deze kinderen gewoon plezier hebben. En dat ze eigenlijk zo graag zouden willen gaan tennissen dat ze zo meteen lid worden van deze club. Daar gaat het om. Dus ik ben helemaal niet bezig met talent of iemand nou goed zou kunnen worden in de toekomst. Nee, het gaat met name om dat deze kids gewoon plezier hebben. En dat ze het leuk vinden om straks ook echt op les te gaan. Ik ben overtuigd dat sporten, en zeker sporten voor kinderen met een handicap, zo ongelooflijk veel bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Dus wie ben je als persoon? Hoe leer je grenzen verleggen? Wat kan ik wel, wat kan ik niet? Waar heb ik hulp bij nodig? Of wat kan ik zelf ontwikkelen? En ik denk dat sport op een hele leuke manier deze kinderen kan bijdragen. Dus absoluut, het gaat bijdragen aan een sterkere persoonlijkheid.